Goedenavond. De afgelopen 5 maanden heb ik stage mogen lopen bij het RTL Nieuws. Ik heb geleerd van professionals die het journalistieke vak door en door kennen. In die 5 maanden heb ik veel video's gemaakt voor alle kanalen van het nieuws. Met deze laatste video sluit ik mijn stage af. Dit is mijn RTL Nieuws stageoverzicht. Ik begon in september op de buitenlandredactie van het nieuws. Hier heb ik in 1,5 maand tijd in totaal meer dan 70 korte nieuwsoverzichten en volledige reportages gemaakt. Deze video's maakte ik vanuit beelden die we binnenkregen vanuit persbureaus als AP en Reuters. Een voorbeeld. In een kelder onder de botanische tuinen van Londen werkt Sarah Barlow's aan een volgsysteem voor bijen. We'd be able to build up a map of the bees' movements and see a network of where they've been. Het apparaatje op de insecten krijgen is nog een hele klus. Eerst worden de bijen in een koelkast in slaap gebracht. Daarna worden ze vastgepind en dan wordt met superlijm het volgsysteem aangebracht. En dan is het vliegen met GPS even wennen. Barlow's heeft het volgapparaatje ontwikkeld met Mark O'Neill. Hij sleutelde vroeger aan raketten voor het Britse leger. I'm curious about the world and you need these sort of tools to actually understand the complexity of living systems properly. Volgens onderzoekers is het van groot belang te weten waarom de bijenpopulatie op veel plekken in de wereld afneemt. De productie van voedsel zou zonder bijen met 10% afnemen. Op veel plekken zou dat tot schaarste leiden. Hierna ben ik aan de slag gegaan op de binnenlandredactie. Hier was het voornamelijk produceren, produceren en nog eens produceren. Deze reportage over gevaarlijke speelgoeddrones vond ik erg interessant om te maken. Hij droomt ervan om vlieger te worden bij de luchtmacht. Niels van 13 jaar ziet vliegen met drones als oefenen voor later. Ja, het is gewoon leuk om mee te vliegen. Je kan iets besturen dat je niet hoeft vast te houden en het vliegt gewoon. En Niels is niet de enige liefhebber. Nou, dit is onze collectie drones, de Dronehoek. Populairder dan ooit. Hoeveel verkoopt u daarvan per dag? Nou, we verkopen hier in deze winkel enkele tientallen per dag op dit moment. Landelijk verwachten winkeliers met Sinterklaas en kerst vele tienduizenden drones te verkopen. Maar het besturen ervan blijkt lastiger dan gedacht. Op internet circuleren talloze filmpjes van ongelukken. Oogarts Tjeerd de Faber zag onlangs zijn eerste drone-patiëntje. Dit is oog van een kindje waarbij de propeller van een op afstand bedienbaar helikoptertje dwars door dat oog gegaan is. En je ziet hier de hechtingjes zitten om het oog weer dicht te krijgen. Met dit oog zal het jongetje altijd wazig blijven zien. De Faber verwacht meer ongelukken met drones. Ik denk dat die dingen toch gevaarlijker zijn dan de leek vermoedt. De campagne Veilig Vliegen met Drones werd niet voor niets onlangs gestart. Het probleem is dat mensen zich onvoldoende beseffen dat het speelgoed is met een gebruiksaanwijzing, letterlijk en figuurlijk. Er zijn toch risico's aan verbonden om met zoiets rond te vliegen. Op de verpakking van de drones wordt vaak al een adviesleeftijd gezet door de fabrikanten. Deze is vanaf 14 jaar, maar met deze Joekel zou volgens de fabrikant al vanaf 8 jaar gevlogen mogen worden. Verkoopt u dit nou aan kinderen? Nee, dit wordt niet aan kinderen verkocht. Dit is professioneel eigenlijk. Maar wij adviseren zeer nadrukkelijk dat dit absoluut geen kinderspeelgoed is. Spelen met drones kan gevaarlijk zijn. Kijken naar iemand anders die ermee speelt ook. Het Engelse jongetje dat vanaf nu 1 oog mist, was ook een omstander. Ten slotte ben ik gaan werken bij de online redactie. Elke dag ging ik 4:15 de wekker om op tijd in Hilversum te zijn. Mijn favoriete video die ik daar heb gemaakt gaat over de opkomst en ondergang van de VND. Dit is Anton Dreesman. Samen met zijn zwager Willem Vroom startte hij in 1887 een kledingwinkel met de naam Vroom en Dreesman. In 1912 opende het eerste VND warenhuis. De zaken gingen goed en er kwamen steeds meer vestigingen. 50 jaar na oprichting heeft VND 50 winkels in 30 steden. Oprichters Willem en Anton zijn overleden en de tweede en derde generatie heeft de leiding overgenomen. De groei zet door in de jaren 70. Kledingwinkels, juweliers, elektronica-ketens, supermarkten en zelfs bungalowparken, allemaal behoren ze tot het concern. Begin jaren 90 zijn de eerste tekenen van verval. De directie van VND wil vooralsnog geen garantie geven dat de reorganisatie zonder gedwongen ontslagen blijft.
Het bedrijf kan niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen. 450 banen verdwijnen. Begin deze eeuw worden vanwege slechte resultaten dochterondernemingen afgestoten. Vanaf 2005 begint de grote uitverkoop echt. Winkelpanden worden verkocht. Pas in 2008 komt er een webwinkel. Te laat. Andere webshops zijn al veel eerder dan V&D. Er wordt jarenlang geen winst geboekt. Net als in 1991 wordt personeel dit jaar gevraagd loon in te leveren. Ik heb signalen vernomen van mensen dat er in filialen eigenlijk bijeenkomsten worden georganiseerd door bedrijfsleiders, waarin echt gevraagd wordt om akkoord te gaan met dat loonoffer. De aandeelhouders pompen honderden miljoenen in V&D, maar het mag niet baten. Vandaag blijkt dat het warenhuis op omvallen staat. Het levenswerk van Anton Dreesman en Willem Vroom lijkt na 128 jaar aan een einde te komen. Dat was hem dan, mijn tijd bij RTL Nieuws. Ik heb een geweldige tijd gehad. Ik heb heel veel geleerd van de ervaren collega's. Het was een geweldige werksfeer. En nu? Ik ga nu bezig met mijn scriptie. En dan, ja, dan hoop ik in juni afgestudeerd te zijn. Dank u wel. Dag.